heel veel spullen. Servetjes. Ja, handig voor als je verkouden bent. Ja, en mama is verkouden. Nogal, ja. Dit zijn de broeken die ik gekocht. Deze was 11 euro. Deze was... Dit is een rok. 7 euro. Dit is een t-shirtje. Ja. En hij is 3 euro. Dit is nog een shirtje. En hij is 3 euro. Handig voor onder dat rokje straks, hè? Ja. 5 euro. Dit is een jas. Heel lekker bollig. Aan de binnenkant is het wel bollig, maar aan de buitenkant niet. En, ja. Ik dacht... Ze hadden hem ook in het groen, maar Jola die wilde hem graag in het blauw, hè? Ja, en ik dacht deze pas er goed bij. Ja, die zijn lekker zacht, hè? 1,50. Nou, ik heb die kettingjes gekocht voor hartvriendinnen. Maar het blijken dus 2 te zijn, maar ze zijn heel duur. Kijk, ze zijn zo duur. En ik heb zelf een kettingje. En daar kan ik ook nog om doen, want ik heb 2 hartvriendinnen. Kan je zelf je naam helemaal maken, want er zitten dan nog allemaal losse lettertjes bij. En dat pakketje is 4 euro. Maar Jola, die wilde er losse kettingjes van maken, maar wat blijkt nou? Kijk maar aan de achterkant. Het is 1 kettingje. En wij dachten dat het 2 losse waren. Dus nu kunnen we het niet echt gebruiken voor wat we wilden, maar we zijn er toch wel erg blij mee, hè? Ja. Heel blij. Bedankt voor het kijken. En vergeet niet te abonneren en een duimpje geven. Doei! Hey allemaal, super leuk dat je hebt gekeken naar de shoplook van mijn dochter Jola. En wil je nou ook een leuke outfit als moeder zijnde? Want ook jullie verdienen een leuke outfit natuurlijk, voor een goede prijs. Kijk dan even naar de volgende shoplook, hier deze. Klik maar even hierop. En dan vind je de shoplook voor de mama's. Doei!